Wat jullie de hele tijd tegen mij zeggen is van... Harry, je bent een draaitol. Ja, dat lees ik vaak. Ja, de ene keer zeg je BBB, de volgende keer zeg je weer VVD en dan zeg je weer Omzicht. Vrienden, ik ben absoluut geen draaitol. Jullie en ik, wij hebben maar één missie. Ja, missie. Ja, klinkt goed, hè? Ja, wij willen gewoon de groengoeroe, ja, die Timmermans, die willen wij zo ver mogelijk bij ons weghouden. Ja, daar gaat het om. Dat is het enige dat telt. Ja, daar zijn we mee bezig, vrienden. Want de groengoeroe binnen betekent dat je ook nog krijgt uit je dubbel T. Ja, die komt mee dan. En knulletje klaver. Nou, die willen we allemaal niet zien. Daar willen we niks mee te maken hebben. Dus, met dat in gedachten, denk ik alleen maar... Heb je die groengoeroe gevolgd de laatste tijd? Hebben we hem goed op de radar? Houden we hem in de gaten? Want hij wilde eerst, zei hij van ja, we gaan samenwerken. Ook wil ik graag met de SP en met de Partij voor de Dieren. En die zeiden alle twee, oh nee, maar daar hebben we geen zin in. Dat gaat niet door. Ja, ho, dus die deurtjes die zijn dicht. En nu denkt onze groengoeroe, die wil maar één ding. Ja, die wil of een torentje. En als hij dat niet haalt, wil hij absoluut... Wil die in een dienstauto, wil die op een plus. En die wil in een regering. Dus die roept nu, ja, dan moeten we maar gaan samenwerken nu met de middenpartijen. Ja, laten we elkaar de hand reiken. Hè? Omzicht en BBB en zo. Laten we vriendelijk zijn voor elkaar. Ja, dat zegt de groengoeroe nu. Kijk uit, vrienden. Kijk uit, hij is maar aan het doen en aan het spelen, want dat... Daar kennen we hem van, die filmpjes hebben we ook al gezien. Achterkamertjes, allemaal deeltjes sluiten. Kijk uit voor de groengoeroe. Voor je het weet, hebben we last van hem. Ja, en dan hebben we natuurlijk... Ja, de Caroline. De Caroline die kreeg gewoon de vraag. Hele simpele vraag, helemaal niks ingewikkelds aan. Mevrouw van der Plas, met wie wil u gaan samenwerken? Met de VVD of met Timmermans? Nou... de Caroline. Nee. Aan die spelletjes doe ik niet mee. Spelletjes? Ja, nee, daar geef ik geen antwoord op. Hé, luister eens even, de Caroline. Maar dat willen wij wel weten. Wij willen wel weten of jij toevallig wel enorme intenties hebt om met de groengoeroe mee te doen. Ja, want dan stemmen wij misschien niet op jou. Ja, vrienden, het zit als volgt. Heel simpel, wij zijn met elkaar bezig om de groengoeroe buiten te houden. Nou, dus wat zijn wij? Wij zijn de laatste dag mensen. Wij zijn de last minute boekers. Wij zijn de mensen van 21 november. Dat zijn wij. Ja, zo gaan we ons noemen. De groep van 21 november. Ja. Kijk, VVD kunnen we natuurlijk niet stemmen. Want we kunnen natuurlijk niet op twee die Sophie Hermans. Heb je dat gezien? Sophie Hermans, oh god. Ja, die noem ik vanaf nu mevrouw. Ja, die is mentaal zo labiel. Die noem ik mevrouw Drijfzand. Ja, daar kunnen we natuurlijk niet op stemmen. Nee. Dus, wij wachten tot het laatste moment. Wij zijn dagkoers, mensen, vrienden. Ja, 21 november. Dan gaan wij beslissen. En de 22e slaan we toe.